Suriname kan veel leren van andere landen wanneer het aankomt op het oplossen van het grondenrechtenvraagstuk. Dit zei VHP-DNA-lid Assis Kumar Gayadin tijdens de gisteren gehouden workshop over de conceptwet collectieve rechten in heemse en tribale volken. De commissie van rapporteurs en de betrokken actoren hebben van gedachten gewisseld over de totstandkoming van de wet. Gayadin, die voorzitter is van de parlementaire commissie, vindt dat internationale consultaties en institutionele versterking naast het aanhoren van belangenorganisaties van belang zijn bij het tot stand komen van een goed functionerend wetsproduct. Ik moet zeggen, mijn mensen, dat binnen dit proces niet alleen wetgeving van belang is. Natuurlijk is dat een van de belangrijke zaken. Maar naast de wetgeving is het goed dat de institutionele zaken, bestuursrechtelijke zaken, maar ook de organisaties en de organisatie om hieraan te komen goed in place moeten zijn. En ik denk dat wij als Suriname ook veel kunnen leren van andere landen, niet alleen, maar dat we veel te doen hebben wat dat betreft. Want we kunnen morgen zeggen dat er een wet is, maar het proces om goed te monitoren en ervoor te zorgen dat het geen dode letters worden, dat moet ook goed op gang gebracht worden. En daarom, wij als parlement, los van als commissieleden verantwoordelijk voor regelgeving, we hebben ook een verantwoordelijkheid dat samen met de overheid en de regering gekeken wordt dat goede invulling en dat de implementatie daarvan goed plaatsvindt. Diverse organisaties hebben deelgenomen aan deze workshop, waaronder de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, en het samenwerkingsverband Campos, bestaande uit de tribale gemeenschappen Quinti, Aluku, Matawai, Pamaka, Okanisi en Samaka. Daarnaast waren er ook belanghebbenden uit Guyana en Colombia. De FITS is van mening dat er sprake is van een structurele discriminatie tegenover de inheemse en tribale volken. No atendoro, eigenlijk no atendoro pe asandis a erkenning moest vind presie. En zolang dat nog vind presie, dat we de weerloze slachtoffers voor grootgrondbezitters, voor machthebbers en voor vernietigers en vervuilers, voor een milieu. Want we libidape en toch, ik kan takkie. Juist uno sa elibidape no abtum si voordelen. Na juist bedrijven of land die ik is een voordeel uit de heertori disi. Natuurlijk wat bijvoorbeeld taki makandra over asandisi. Uno etron altijd slachtoffer voor asandisi elkaar ontwikkeling. Want meestal na we worden de duper voor a heer verandering sa even presie. Omdat die, if adona uno, lekker wat idee door klimaatverandering, wallo, verandering even precies. Dat if abedena uno a herbusi betang en tak lek vade. Kapitein Ponte Petrucci van de Vereniging Saramakaanse Gezagdragers VSG vindt dat de wettelijke erkenning van grondenrechten reeds lang had moeten plaatsvinden. Het mag volgens hem niet zo zijn dat gebieden in het binnenland zonder medeweten van gezagdragers in handen komen van met name buitenlanders. Kapitein Petrucci hoopt dat dit vraagstuk op de juiste wijze wordt aangepakt. Afasi van we Libi in het binnenland. 21 jaar ipsa, met de in het dorp Nieuw Olora, dat sneesi doro in het dorp aan een consensie papier attack en abwa consensie naar bakajari. Mi ben de pleibal attendatete. Is af de nieuwskierig jong boy de milo, mi dat pe wango. De matak de wango bakajari tak gomel de srif na wa captain na obasia ino mago na bakajari sumar amatak anap trobi na nga captain na nga basia sama igo suko mataka apo kosin si drape asanat na wa kafalak sansa dami srif opos na puere dami dina sanda tilanga defti de
tanga no ataki dat even presi ino aptrubi na nga kapten nga basya afas fawelibi. We brada, mi brada, assembly, mi brada, smaf seranang. Naunu brada tok welibi makan rato. Na mi aksi tak in new olora ala dorpu fubus konri kan gua okanisi peiwani. Tede main bek wa dorpu amus de sewa kriki. Saide, ombat ad kriki dat we dringi. A watrafa kriki, me waka noa nga mikang, da me goteka a kriki, da me dringi. Da efi giwans ma kosensi, teina einde fa kriki, da kriki elon, kon teina dorpu pe welibi. Ja? Das my morsa kriki drape, ay pot olina kriki drape, fami o dring watra nga des maf mi. DNA-voorzitter Marinus B. geeft aan dat er diverse wetten bestaan voor het reguleren van onder andere grondhuur en de uitgifte van domeingrond. Maar volgens hem is er bitter weinig tot geen wetgeving voor het regelen van de grondrechten van inheemse en tribale volken. Dit moet volgens B. God uit het verleden gaan behoren. De regelingen en wetten die in Suriname aangeven hoe er met rechten op natuurlijke hulpbronnen moet worden omgegaan, zijn ook talrijk. Echter, geen enkele wet die voor de inheemse en tribale volken hun recht op de grond, welke zij bewonen en bewerken, regelt, staat in onze wetboeken opgetekend. Kijken we naar de demografie van Suriname, dan zien wij dat Surinamers woonachtig in ons achterland in stamverband wonen op zeer uitgestrekte delen van het land, zonder dat hun rechten op grond wettelijk zijn vastgesteld. Zij beschikken inderdaad over traditionele rechten op de door hun reeds eeuwen bewoonde gebieden, welke traditionele rechten in alle hier eerder genoemde wettelijke bepalingen worden erkend. Echter, voor de wettelijke basis van hun traditionele rechten ontbreekt elk spoor.